Dus ik ben net in de City Hopper geweest. En holy shit, wat was dat een vette rit. Daar staat hij dan. Hier, we staan al even wat dichterbij. City Hopper uit Alkmaar. Trouwens, voor degenen die het willen weten. Super gaaf ding, echt waar. Ja, wat ik nu een beetje ga doen is de kermis reviewen. Dus laten we maar beginnen een beetje bij de gokautomaat. Dat lijkt me een beetje wel grappig. En kijken hoe mensen iets winnen of niet winnen. Maar je kan hier dus echt van alles winnen, echt. Van plusje beesten tot echt grappigste dingen. En daar staat hij dan, jongens. De Triple X. Hij is echt vet. Ik ben er net in geweest en jullie hebben het gezien. Ik ging het filmen. Dus ja, en nu zie je allemaal rook van de zweefmolen. Fucking vet. Ik ga niet in de zweefmolen. Ja, dat is trouwens wel te filmen. Maar ik weet niet. Nee, ik weet niet of ik dat ga doen. Misschien ga ik dat doen. Oh, voor degenen die het willen weten. Het is de zweefmolen. Het is trouwens de zweefmolen. Die Extreme Rides Ruben Koet heeft gefilmd. En dat is deze. Waar hij een review heeft opstaan op zijn kanaal. Nou, wij gaan deze eens even beleven, jongens. We gaan hem gewoon even doen. Gewoon omdat het kan, jongens, hier op de kermis. Voor lol, het is gewoon grappig. We gaan hem gewoon doen. Leuke. Gewoon omdat het kan. Lekker in de zweefmolen. We gaan hem gewoon doen, jongens. Jolo de bolo. We gaan hem gewoon doen. Hartstikke leuk. We gaan hem gewoon doen. Onride. Hebben jullie toch een beetje twee onrides gekregen van de zweefmolen. En van Triple X. En helaas niet van de City Hopper. Die helaas die nieuw is. Maar ja, jammer de ban. In ieder geval alsnog wel leuk. Dus ik hoop dat jullie het niet al te veel erg vindt. Maar we hebben het dus nu in een filmpje. Dit is het laatste deel. 4 delen. Ga ik daarna ook de kermis nog een beetje reviewen. We gaan eerst lekker in deze super zweefmolen van... ja, ik weet eigenlijk niet van wie. Ja. En water. Ja. Oh, nee, je moet eerst zullen. Oh, je wordt nat. Ik hoor niks, moet eens zullen. Nee, dat is water. Dat is water. Komt er nog een keertje. Oh, dan ga ik hem sowieso doen. Dan wil ik het gewoon meemaken. Dat wordt leuk. We gaan hem gewoon doen, jongens. Let's do this. Sorry, jongens. Ik ga hem toch niet doen. Het is veel te riskant. Want ik vind het gewoon toch iets te riskant. Omdat de water bespuit. Dus jongens en meisjes, heel jammer. Maar dan alsnog... sorry dat ik jullie zo moet teleurstellen. Alsnog gaan we deze doen, gewoon omdat kan. Iolo de bolo. En dan zien we jullie dadelijk weer. En dan wordt het maar een 5 delen. Ja, een 5 delen. Ja, nou.